Vind je dat dan ook zo leuk? Want ik merk dat toch bij mannen vaak een ander verhaal is. Ik bij heb dochter. De honkbalknuppel al besteld. Ja. Die ligt eronder. Elke week neem ik je mee naar een nieuwe bijzondere locatie waar ik een gesprek heb met een bekende gast. Deze keer is het de beurt aan Sander de Buzunier. We spreken af bij studio Arnold Muren in Volendam. En dit is de plek waar hij het debuutalbum van Volumia opnam. We nemen plaats op een modern, minimalistisch model. En ik vraag me af, weet Sander ondertussen al waarom de dag weer nacht wordt? Welke verhalen krijgen we te horen als banken konden praten? Ah, hey Sander, wat leuk dat je er bent. Ja, wat leuk om hier te zijn, zeg. Ja, inderdaad, wat leuk om hier te zijn. Want, ja, geweldig. Ja, want de studio zit daarachter. Nou, ja, ja, kijk, ja, dat is... Hier hangen ze allemaal. Patrick. Ja! En die van jullie hangen er uiteraard ook. Goud, platina. En ik weet nog dat mijn moeder zei toen want die vond het wel behoorlijk erg dat ik met mijn studie stopte. En toen kreeg ik die en toen kwam ze en toen zei ze... Zo Sam, heb je toch nog een beetje een diploma? Hier kwam je dan richting. Ja, hier kan je ook naar boven trappen, inderdaad. Ja. En hier zijn dus die kamers. Ja, ja, kijk joh. Oh ja joh. En de studio. Ja, te gek. Ja, dit is gewoon nog helemaal hetzelfde. Zal ik in die hoek gaan zitten ja, daar? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik vind het heel leuk om hier te zijn, echt. En leuk dat jullie dat hebben geregeld. Dat is echt leuk. Als je terugdenkt aan die tijd, want dat is natuurlijk best wel een jaar geleden. Waar denk je dan als eerste aan? Hoe denk je daaraan terug? We waren eigenlijk nog niet bekend, maar we hadden wel een platencontract. Dat was geluk. Nou, dat was er sowieso heel gaaf. Dat platencontract, want volgens mij hebben jullie dat ook op een vrij ludieke manier gekregen, hè? Ja, we waren best wel al bekend in de cover scene. Maar op een gegeven moment wilden we ook meer en iets anders. Dus hebben we zelf een liedje opgenomen. Daar een hele lelijke videoclip bij gemaakt. Dat is echt ongelooflijk. En toen kwamen we bij BMG. En ik weet dat de directeur, die was er niet. En de A&R-manager was er ook niet. Maar wel de assistent van de directeur. En die vond het te gek. Ja, die dacht... Zij zit te luisteren. Ja, zij zat te luisteren. En zij zat naar die clip te kijken... En zij vond het wel wat. Ja. En eigenlijk door haar mochten we nog een keer terugkomen. En toen zeiden zij van... Ja, als je met het eerste singeltje... Het is over, het is over. Dat liedje, als je daar in de top 40 komt... dan mag je een album opnemen. Wij overal singeltjes opkopen bij elke free record shop. En dingen, joh, kopen jullie daar ook nog? En toen kwamen we op 37. Ja. Ja, het is natuurlijk een hele rare afspraak. Nee, maar het is de top 40. En toen mochten we een eigen plaat opnemen. En ik had het afscheid toen geschreven en hou me vast. En, ja. Neem eens even mee, want het wordt ineens serieus dan. Toch een beetje die studentico's band, hè, de coverband. Ja. Ga je dan ineens de echte entertainment in? Ik was nerveus. Ja, je vindt zelf dingen wel mooi, maar... Je weet het niet precies, hè? Want je hebt ook niet heel veel vergelijkingsmateriaal qua opnemen... en dan een liedje alleen maar met piano en zang, of dat al goed genoeg is. Nou, het engste moment, dat was eigenlijk een paar dagen daarna... want ik had samen met Axel, de toetsenist... en die had er een grotere hand in dan ik, hoor. Maar hadden wij strijkerspartijen gemaakt. Maar ja, ik kan geen noten opschrijven, misschien een beetje, maar dat deed ik nooit. Dus we hadden gewoon via zo'n computerprogramma... En dan kon je dan gewoon via een printer uitdraaien. En dan kreeg je van die scores, hè, heet dat. En die deelden dan hier uit, trillend, aan gewoon 8 mensen van het Metropool Orkest. Die dat even wilde spelen. En die moesten dan spelen. En dan zei ik, zeg, Ak, leg jij het maar uit. En die liep dan ineens en zegt, ja, in maat 80 komen jullie erin. Oh nee, wacht even, ik moet nog 3 maanden. En dat ging dan helemaal een beetje warrig. Maar toen zat ik daar achter de knoppen bij Patrick. En op het moment dat zij begonnen... En invielen, nou, toen liep ik helemaal leeg. Toen had ik nog nooit van mijn leven zoiets moois gehoord. En dan zie je dan ook Patrick, die echt natuurlijk bij Borsato toen al veel opnam. Die zei, jeetje, dit is wel wat. Nee, daar kan ik nog wel kippenvel van krijgen, omdat het gewoon zo'n... Dat is zo'n mooi, puur moment. Maar dat was eigenlijk ook wel, denk ik, het succes. De magic die wij als band op het podium altijd hadden met Volumia... die namen mee de studio in. En het werkte. En het sprankelde gewoon, ja. En toen leerde heel Nederland jullie kennen natuurlijk. Ja, ja. Toen kwam er ineens een golf over jullie heen. Maar dat was gewoon echt een tsunami die nooit meer ophield. En op een gegeven moment gebeurden er ook wel hele heftige dingen. Ja, dat je dacht... We hadden bijvoorbeeld een scholentour van 538. En dan kwamen we bij scholen en dan stonden er allemaal dranghebben. En liepen wij dan door en... Terwijl ik het ook wel eng vond, want dan was er politie... en dan werd er op een gegeven moment alle... Ja, dat was nou eenmaal zo. Hysterie. De kleren van mijn lijf gescheurd. En ik
trillend zat ik dan in de auto. Weet je, en dan zei iedereen lachen. En ik, ja, lachen. Maar ik vond het helemaal niet lachen. Omdat ik het gewoon te overwhelming vond. Los van dat het zwaar is, hè, heb je er natuurlijk ook van genoten. Want het is... Ja, nee, luister. Het lijkt net alsof het nu een soort van we gesponsord werden door Prozac. Maar dat is niet zo. Maar ja, dan sta je ineens bij live televisie en dan is het 10, 9, 8. Oh my god, jongen, dan zat mijn hart echt in mijn keel overal. En dan denk ik, ik moet nu gaan zingen. Als je nu ook de beelden gaat terugkijken, mijn eerste zin is altijd een beetje haperend. Niemand weet waarom. Jouw ouders die zagen natuurlijk keurig hun zoon naar Maastricht gaan om te studeren. Daar waren ze op zich denk ik wel trots op. Want jij was op de middelbare school ook niet de meest voorbeeldige leerling, begreep ik. Ik begreep dat een leraar over jou zei, ja, Sander is heel sociaal, intelligent, buiten de klas. Ja, hoe weet je dat? Ja. Wat grappig. Jij was niet dat was Boller. Henk Bollek was een fantastische kerel. Ik was in de klas niet de fijnste leerling. Ik kon heel moeilijk stilzitten en altijd maar aan het bewegen. Altijd maar op de trommel. Ik moest ook vaak mijn schoenen uitdoen, want dan zat ik weer met mijn voeten. En dan iemand aan het lachen maken. Ja, dat vond ik altijd leuk. En dan uiteindelijk, dan ben je aan het studeren en dan doe je wat. En je ouders hebben natuurlijk niet echt zicht op je. En dan kom je thuis en zeg je, nou, ik heb wat bedacht. Ik zit dus in een band. Ja, dat was daarna. Toen op een gegeven moment wilde ik stoppen met mijn studie. Ja. En toen speelden we al met Volumia door het hele land. En toen heb ik echt een gesprek met mijn vader gehad. Toen kwam hij daarheen en toen zei ik, ja pap, ik heb er lang over nagedacht. Ik zei, ik wil stoppen, ik wil toch voor een muzikale carrière gaan. Maar wij waren toen nog helemaal niet bekend. Dus toen zei hij, ja, weet je wel wat je doet en je kan beter een studie afmaken. En ik zeg, nee pap, ik voel dat ik dit moet doen. Nou ja, dat was wel heftig, maar uiteindelijk waren ze ook wel zo dat het toen het lukte, dat ze dan ook wel echt helemaal achter me zijn gaan staan, ook vanaf dat moment. En we hebben gewoon op alle mogelijke manieren ook het geluk en de wind in de zeilen gehad. En het viel gewoon op zijn plek. Je moeder een zucht van verlichting slaakte toen ze die gouden plaat. Ja. Ik heb later pas beseft hoe moeilijk het is om door te breken. Wij hebben gewoon echt gewoon precies op het juiste moment, op de juiste tijd, met het juiste liedje, met de juiste vibe en magie van zo'n band. En alles viel gewoon bij elkaar. Ja. Je dwingt het ook wel een beetje af, maar... Neem eens even mee naar jouw gezin van vroeger. Wat voor gezin waren jullie? Wel een heel close gezin. Mijn moeder was huisvrouw, maar echt bewust. Want die had wel een studie gedaan en ik beschouw mijn moeder altijd als een intelligente, mooie vrouw. Maar zij wilde echt voor de kinderen zorgen. En mijn vader ging echt op zakenreis en die verdiende de centen, zeg maar. Ja, ja, ja. En mijn moeder die voedde ons op. Mijn vader was echt wel de vader van de paterfamilie. En daar keek ik ook altijd heel erg tegenop. Want je hebt een broer en een zus? Ja, 2,5 jaar oudere broer, Mark. En mijn zusje 6,5 jaar jonger, Minouche. En wat voor bank stond er thuis? Nou, wij hadden een bruin klein ribbankje, die kan ik me nog zo goed herinneren. Op een gegeven moment hebben ze hem wel weggedaan. Maar hoe was dat verdeeld? Zaten de kinderen dan op dat bankje? Of, Ik ben altijd een enorme hanger, dat ben ik nu nog steeds. En dus ik vind het altijd heerlijk om zo lekker zeppend een voetbalwedstrijdje te kijken. Ja, ik heb een hele onbevangen bevangen jeugd gehad. Een leuke, gezellige, warme jeugd. Ja. Maar toch heb je een moment gehad dat je wel echt even met jezelf gewoon in botsing kwam, toch? Is dat zo? Beschrijf ik dat goed of zou je het zelf anders beschrijven? Nou, ik heb wel trauma, zeg maar, die waar mijn ouders dan eigenlijk of mijn gezin niet zoveel mee te maken hebt. Waar ik later achter ben gekomen, waar ik wel destructieve patronen op heb gebaseerd. Omdat... Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat is moeilijk om te zeggen, omdat ik daar geen aandacht mee wil trekken. Maar wat je zeg maar niemand wenst, dat maakte ik helaas op jeugdige leeftijd mee. En dat heeft mij wel gevormd. Dat heb ik altijd voor mezelf gehouden. En ik dacht, oh joh, daar kan ik wel mee omgaan. Is dat iets wat je ouders ook niet wisten? Of? Nee, die hebben op latere leeftijd wel. En dat heeft mij wel op een bepaalde manier van die hele onbezonnen jeugd tot mijn 11e heeft mij dat op een gegeven moment wel een hele harde knauw gegeven in het leven. En dat heb ik een hele lange tijd weggelachen en weggepleased. Want het was er niet. En ik geloofde ook daarin dat dat...
dat ik daarvan weg kon lopen. Ach, joh, man, het is zo erg, is dat toch allemaal niet? Kom op, hè, weet je wel, aanpakken. En, maar het kwam elke keer bij me terug. Het verklootte mijn relaties. En het, ik gunde mezelf eigenlijk het geluk niet. Dus ik maakte ook alles kapot wat mij gelukkig maakte. En ik werd toen ook nog eens bekend. En dat vergrootte dat nog veel meer uit, want dan krijg je zoveel aandacht. En ik bleef maar met dat gat in mezelf zitten. En ik probeerde alles met die aandacht van buiten maar te vullen. Terwijl ik het natuurlijk zelf moest doen. En daar ben ik helaas toch wel heel laat in mijn leven achtergekomen. Hoe oud was je toen? Nou, nog later dan na Wendy. Ik denk eigenlijk een beetje tijdens Sophie, mijn huidige vrouw. In het begin van onze relatie, dat ik echt dacht van, joh, ik moet iets veranderen. Omdat je weer merkte dat je in leven, dat... Ja, in zo'n patroon, weer in patronen en destructieve patronen. Dat en wat bedoel je dan met destructief? Hoe uitzicht dan? Nou ja, dat vreemd gaan. Hè? En niet eerlijk zijn. Dat was gewoon mijn grote manco. Dat ik het mezelf... Kijk, als je iets heftigs in je verleden meemt, dat heb ik later pas heel veel over geleerd, dat je het jezelf niet waard vindt. Hè? Omdat het is een kind. Het kind heeft heel raar, dat sla je op je harde schijf. Dat doe je zelf eigenlijk niets aan. En liefde staat dan gelijk aan misbruik. Of liefde staat gelijk aan niet trouw zijn. Of liefde is niet gewoon liefde. Het niet waard zijn. Liefde is niet gewoon mooi liefde. Daar heb ik wel mee gestoerd. Daar heb ik eigenlijk nooit. Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik dat misschien... Omdat ik geloof dat het laatste stukje van mijn volledige... dat verwerken is dat je het gewoon een keer moet uitspreken. Ja. Heb je gedaan dan toen je erachter kwam dat je dacht... Oké, dit moet ik oplossen voor mezelf, omdat het helpt niet met alles wat ik doe? Ik kwam niet echt uit een gezin waar het nodig was om naar een psychiater of naar een psycholoog te gaan. Of met iemand te praten, of een coach, hè, noemt iedereen het dat. Want ik heb dat op latere leeftijd ontdekt. Dus ik ben, dan kan je denken aan vrienden waar je lang een gesprek... Maar ook echt aan iemand die daarvoor is opgeleid en gewoon iets diagnosticeren. En uiteindelijk ben ik ook... Ik heb een week in Engeland gezeten bij The Bridge, heet dat. Ja, ken ik, ja. Is echt helemaal te gek. Heel intens. Heel intens. En dat is echt, daar zitten ze echt op het stukje emotioneel traumaverwerking. Ik zat met 13 vrouwen die allemaal hele heftige dingen hadden meegemaakt. We waren met z'n 14e. En dan had je anger-sessies, hè, want ze geloven erin dat je woede... je angsten, hè, dat je die moet je ook de ruimte geven. Ja. En mannen hebben meer dat ze... Hè, in onze is het maatschappelijk niet helemaal geaccepteerd dat een man heel makkelijk huilt. Je kwetsbare dus kant. Ik heb daar alleen maar heel veel gehuild. Want die woede, maar, en bij vrouwen is het weer niet dat ze hun woede niet mogen laten zien. Dus hadden we daar een anger sessie met 13 vrouwen. Nou, die braken die hele hut af. Dus ik heb me daar ook echt gruwelijk hard gelachen. Maar... Het is een soort van detox op emotioneel vlak van je lichaam. Ja, heel veel mensen zijn hun huis gaan verbouwen. Ik ben mezelf gaan verbouwen eigenlijk. Je hebt natuurlijk echt in een heleboel verschillende fases van je leven je kinderen gekregen. Ja, want Sam is nu 18. 18. Al? Ja. 18. Je hebt een zoon van 18. Ja, niet normaal. Hoe is dat? Ah, hij is te gek. Ja, het is zo'n leuke, lieve, fijne vent. Ik vind hem, hij is veel volwassener dan ik was op die leeftijd. Ja. En als hij versemd met hele serieuze vragen komt, of als het over meisjes gaat, dan ben ik bloedserieus. Dus dat, en het leuke daarvan is dat hij me ook alles vertelt. Ja, en dan Dex is 11, dus dat is inderdaad weer een hele andere fase. Ja, bij Dex kon ik echt volledig van genieten, constant. En dat heb ik mezelf wel altijd... Ben ik me heel bewust van geweest. Het is natuurlijk algemeen bekend. Celine is geboren via een draagmoeder. Ja. Hebben jullie eigenlijk nog contact met haar? Ja, we hadden laatste... Ja, Celine werd 4. En toen hebben we Jessica gebeld. Super lief mens. Ik denk ook als we daar weer heen mogen... We gaan haar zeker nog zien. Als ze ooit naar Nederland komt, dan komen ze gewoon bij ons in huis. En dat is wel echt iets bijzonders, hoor. Wat nou, je met elkaar dat meemaakt. Ik zeggen, ja. En zij wordt ook gezien in Amerika als de biologische moeder, omdat Celine uit haar buik is gekomen, terwijl het helemaal genetisch ons kind is. Ja. Dus het eitje van Sophie en mijn zaadje. Dus we hebben eigenlijk alleen een ander oventje, zeggen we altijd gekscherend, gebruikt. Ja. Ik zit al heel vaak te denken, als Celine 18 is, ben ik 61.
wil gewoon nog de fitte vader zijn. Ik wil ze gewoon nog keurig netjes naar die studie kunnen brengen. En de vader-dochter weekenden. En de, ik wil dat meemaken. En je zei net wel dat het al zo leuk was dat je met Sam het erover had, met vriendinnetjes, en hij vertelt je alles. Als je daarover nadenkt bij Celine Lind, vind je dat dan ook zo leuk? Want ik merk dat toch bij mannen vaak een ander verhaal is. Ik heb de honkbalknuppel al besteld. Ja. Die ligt eronder. Nou ja, weet je, de vader van Sofie, die heeft 3 dochters gehad. Vroeger, Sofie is de jongste. En die liet ze altijd eerst, vond ik hilarisch, die liet alle jongens die thuis kwamen eerst het gras maaien. Vond ik zo te gek, vond ik dat. Dus dat wil ik ook gaan doen. Kom maar even mee, zo naar die schuur. Ik kan niet wachten tot het eerste. Ik heb nu, Sam heeft iets met Mirelle, ze is een superlief meisje. Dus die zijn ook af en toe bij ons. En ik merk ook dat ik nu echt gesteld op haar ben. Ja. Dus dat ik als het nu misschien ooit eens, ik hoop het niet hoor, maar uit zou gaan, dan zou ik dat ook dat zou ik ook pijnlijk vinden. Dus dat is de eerste keer in mijn leven dat ik zoiets kan voelen. En dat is heel raar. Ja. Wij proberen het wel zo vrij te doen dat ze dan heel graag thuis willen zijn. Ja, en dat ze ook thuis welkom zijn. En als ze dan ooit op een leeftijd komen dat ze gaan flikkervlooien, dat ze dan maar gewoon dat thuis doen. Net als jij. Ja? Jouw eerste keer was het in bed van je ouders. Ja, dat las ik. Weet jij dat? Nou, dat heb je gewoon in een interview verteld. Heb jij gewoon verteld, alsof je er trots op was ook. Sorry, mam, dat was jullie oude bed, hè? Nee, ja, dat was een fijn bed. Ik kan dus helemaal niks op de piano. Ik ben super benieuwd. Ja, maar jij kan niet spelen, ik hè? Ik kan maar, niks. Maar weet je wat de C is? Nee, dat is de F. En maar één keer een akkoord neerlegt, dat blijft altijd mooi. Meer moet ik niet spelen, het is een nieuw liedje. Maar goed.